pakken. Oh, kijk, 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 we hebben hem. Perfect. Oké, hij heeft iets schade. Hij zit vast, hij komt nu naar binnen. Schiet hem. Waarom schiet hij niet? Wat doet hij? Yes, vrienden en fans. Welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Welkom terug bij Definitely Not Fried Chicken. We zitten nog steeds in onze drugskartel. Het gaat hartstikke goed. Het gaat een heel stuk beter, want we zijn namelijk helemaal geüpgrade wat betreft onze fabriek. We zijn groter geworden. We hebben auto's genomen in plaats van scooters. Onze opslag is een heel stuk vergroot. We zijn ook veel meer aan het produceren. Het gaat goed met onze wasseretten. We zitten goed qua geld. Het gaat helemaal top. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben gehad. Wij gaan lekker beginnen met spelen. Eens eventjes kijken. Wat gaan we doen in deze aflevering? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. We gaan gewoon kijken hoe het gaat. Ik wou sowieso wel in deze aflevering proberen of we misschien een andere soort wiet kunnen gaan kweken. En dat is namelijk de toasted soort. We zijn nu aan de gang met alleen maar de groene. En waar konden we dat ook weer zien? Even kijken. Juist, hier kunnen we dat zien. Deze die gaan we proberen te kweken, want ik heb dat de vorige aflevering unlocked. Dus ik ga dat even op pauze zetten. En dan ga ik even mijn geluid wat zachter zetten, want ik hoor mezelf bijna niet eens. En dan gaan we dat eventjes even opzetten. Of althans een poging doen tot, want nou ja, we hebben genoeg ruimte volgens mij. Dat moet kunnen, hoop ik. Oké, daar gaan we. We gaan eens even kijken. We gaan naar onze grow room. En dan gaan we naar Toasted Cannabis. Kijk, en dan hebben we deze. Die hebben we dus nieuw. Die kost 140. We kunnen het ook vervangen. Want ik neem aan dat we toasted cannabis, dat meer waard is als dit. Maar we kunnen het ook testen. We kunnen ook een testronde doen en even kijken hoeveel dat nou daadwerkelijk waard is. Dus als we nou hierop klikken, dan ga ik eventjes dat plaatsen. Alleen, dan weet ik dus niet. Kijk, het heeft ook al een andere kleur. Een beetje geelachtig, een beetje, wat is het voor kleur? Een beetje herfstkleur is het. Of die lampen voldoen, want kijk, we hebben nu maar 1 sterretje en ik wil er 3 hebben. Dus ik zit even te kijken of dat wel gaat lukken. Hoe moet ik dat dan doen? Oké, dan ga ik het zo doen. Dan zetten we er eventjes 2 neer. En dan gaan we gewoon even een testronde doen. Gewoon even kijken hoe dat gaat. Hoeveel we ermee verdienen. Ik zit nog steeds op 1 ster, dat is dus niet goed. Kan ik hier nog wat mee? Even kijken hoor. Als ik dat... juist. Als ik hem nou op 60 zet. En deze ook. Ja, er gebeurt dus helemaal niks mee. Oké, dan laten we dit even op 50 wat we hadden. Want dat voldoet gewoon. Dus gewoon prima. Betalen we ook wat minder per dag. En dan ben ik bang dat we dan toch wat lampen moeten gaan neerzetten. Deze is trouwens ook leuk om te unlocken. Die nieuwe lamp. Dus dat wil ik ook misschien even deze aflevering nog doen. Ja, kijk, zie je dat? Hier kan ik dat dus niet plaatsen. Maar hier wel. Als ik dat nou doe, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er helemaal niks. Nog steeds niet. Ik denk dat dat komt dat we geen lampen nodig hebben, maar dat we iets anders nodig hebben hiervoor. Ik weet niet of we ergens kunnen zien wat we dan precies nodig hebben. Even kijken, de grow room. Ja, wat hebben we daar dan precies voor nodig? Nou, in ieder geval dit. Nou, dat hebben we. We kunnen drogen, we kunnen knippen snel. Dat hebben we trouwens ook geüpgraded, dit hier. En het droogrek met vennetjes eronder. Dus dat gaat allemaal lekker snel. Ja, dan zit ik even te denken wat we nou nodig hebben voor dit. Oh, wacht even. Het staat erbij. Zie je dat? We hebben dus lampen nodig. En we hebben een verwarming nodig voor deze wietsoort. Kunnen we dat nemen dan? Heb ik dat überhaupt geunlocked? Oh, hier. Small heater. Heats the surrounding area. Oké, als ik dit nou neerzet. Wacht even. Als ik dat nou hier neerzet. Juist, hier. En als ik daar dan op klik. Oh, wat gebeurt er nou? Ja. Oké, hij staat. Zo, dat is een hoop geld, jongens. 28,80 per dag. Maar ik heb nog steeds geen 3 sterren. Tussen de 70 en de 100. Jeetje, jongens, dat meen je niet. Oké, dit is wel een probleem. Als ik er nou nog eentje neerzet. Laten we dat gewoon eventjes
Nee, er gebeurt nog steeds helemaal niks. Ik heb 2 heaters. Ik probeer het eventjes te ontdekken, jongens, hoe dit werkt, want... Even kijken, wat hebben we nu? Oh, kijk, we hebben nou... Zie je dat? We hebben nog maar 4... Ja, weet je wat ik denk, jongens? Dat we eventjes moeten gaan upgraden, want... Ja, weet je wat ik doe? Ik doe dit even allemaal weg. Dat hebben we in de opslag allemaal. En dan gaan we eventjes de lampen upgraden. En dan gaan we het nog een keer proberen. Want volgens mij zijn die lampen die we kunnen upgraden, dat zijn... Medium Artificial Light. Zie je dat? Het zijn een soort van... ja, volgens mij kun je dat ophangen. In plaats van hier op de grond. Want als we het kunnen ophangen, dan hebben we meer ruimte. Dan kunnen we meer dingen doen. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Maar waar kunnen we dat dan unlocken? Volgens mij was dat bij de university, of niet? Conversions, wacht even. Gunshop. Scrapyard. Juist, scrapyard is dat. Oké, dus wat we gaan doen... We gaan al onze auto's... Gaan we eventjes naar de scrapyard laten rijden. Deze gaat eraf. Deze gaat eraf. Die gaat ook naar de scrapyard. En dan gaan we eventjes investeren in de scrapyard. Zodat we daar wat dingen kunnen gaan unlocken. Dat lijkt me wel handig. Hoe gaat het met onze wasseretten? Oh, dat is prima. Hier kunnen wel weer wat knaakjes verdienen. Kijk eens aan. Hoppatee. Ja, dit is top. Dit is precies wat ik wou. Het is me gelukt. Het is precies wat ik wou. We hebben ook geld in de bank. We zijn bewapend. We kunnen onszelf verdedigen. Alleen het probleem wat ik heb... daar zat ik vandaag nog aan te denken. Dacht ik van... Wacht eventjes. Iedereen die ik een pistool heb gegeven... Dat heeft helemaal geen zin. Behalve mijn guard. Want de enige persoon die schiet is mijn guard. En voor de rest doet niemand wat met dat wapen. Volgens mij. Want de vorige aanval... Volgens mij schoot helemaal niemand. Behalve mijn guard. Dus... ja, ze allemaal wapens geven. Dat schiet niet heel erg op. Dus ja, dat was een beetje weggegooid geld. Dus ja, dat... nou goed, weet je, laat ze maar lekker lopen met een wapen. Alles is beter als niks. Misschien gaan ze op een gegeven moment wel schieten. Wie zal het zeggen? Hoe gaat het met onze handel? Oh kijk, we hebben hem al. We zitten al op 23 punten. We kunnen ook een medium heater. Ik denk dat wij doorgaan hier. We gaan eventjes blijven handelen hier bij de scrapyard. En dan kijk, hoppatee. Dat gaat hartstikke goed. Kijk eens. Bright Artificial Light, want we moesten best wel veel hebben. Zag je dat? Voor die toasted sword. Dat zat tussen de 40 en de, wat was het? 80 of zo? 80, 100? We kunnen dus voor deze gaan. Maar we kunnen ook voor deze gaan. Maar deze kost natuurlijk veel meer geld. Dus ik weet niet of dat handig is. Laten we in ieder geval deze unlocken. Dan gaan we nog eventjes door voor de medium heater. Want als we een medium heater kopen... nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Ga weg. Dan krijgen we een astronaut helm. Lekker boeiend. Als ik nou een medium heater unlock... dan hoeven we er misschien maar 1 te plaatsen... in plaats van 2 of 3 van die kleintjes. Want die kleintjes, dat was helemaal niks. Oké, dit hebben we gedaan. Dan halen we ze er weer af. Ja. Nee, wacht even. Ja, we halen ze eraf. En dan gaan we ze allemaal weer... naar onze wasseretten sturen. Want bij onze wasseretten verdienen we natuurlijk het meeste geld. En dat moeten we wel blijven doen. Alleen, onze opslag begint op te raken. Maar ja, we hebben natuurlijk ook 3 auto's. En elke auto die verkoopt 4 dozen. Dus dat is gewoon heel veel. Dat is 12 keer. En dat, ja, dat produceren we waarschijnlijk niet. Maar goed, het gaat wel een heel stuk sneller als in het begin. Dus we zijn alsnog goed bezig. Oké, daar gaan we weer. We gaan onze tweede set te proberen met onze toasted sword. Daar gaan we. Dus, nee, wacht even. Dus we gaan onze lampen upgraden. Dus we gaan hier naartoe, dan doe ik... juist, move. Die sell ik. Want die gaan we helemaal weg doen. Kijk, nu hebben we weer 1 sterretje. En nu gaan we dus die nieuwe lampen plaatsen. En dan hoop ik dat het een hanglamp is. Laat het alsjeblieft zo zijn. Yes, het is een hanglamp. Perfect. Kijk, want dan kunnen we ze ook erboven hangen. Maar waar moet ik ze dan hangen om zeg maar goede coverage te hebben? Dus een goede radius. Kan dat hier? Misschien hebben we er maar 1 nodig. Oh, nee, dat hebben we niet. We hebben er 2 nodig. Oké, perfect. Oké, in ieder geval, het ziet er veel mooier uit. Het ziet er veel professioneler uit. We krijgen ook meer licht opeens. Hoeveel betalen we hiervoor? Oh, dat is een heleboel geld. Kunnen we dat verlagen? Kijk eens naar die sterretjes. Kijk.
Als ik onder de... Wat is het? Vijf... Ja, ik moet 30 hebben. Maar alsnog betalen we volgens mij minder als met de vorige lamp. Dus we zetten hem eventjes op 30. Hetzelfde gaat... Oh, dat kan dus niet. Oh, wacht eventjes. Kijk, hier hebben we 1 sterretje. Dus dan moeten we toch ietsjes... 35? Nee, nog meer. 40? Nog meer. 50 heb ik hem staan. Oh, nu heb je... Oh, dat is een beetje apart, of niet? We moeten een beetje spelen met het licht hier, want... Kan ik hem niet beter gewoon moven? Nee, want dan hebben we hier weer niet genoeg. Oké, dus moeten we hem toch verhogen dan. Gaan we naar 60? Oké, 60. Oké, dus dat is 14... Ja, het is wel iets duurder. Maar het staat wel veel mooier. En het is het ook wel waard. En we kunnen het ook wel betalen. Dat komt heus wel goed. Oké, daar gaan we. We gaan verder met ons nieuwe wietsoort. En dan gaan we naar de toasted. En dan gaan we weer deze setup hier neerzetten. Dan doen we er eventjes 2. En dan pak ik onze nieuwe lampen. En die zet ik dan hier neer. Kijk, nu zien we wel wat veranderen. Gaan we dat veranderen naar... Oeh, dat is niet goed genoeg. Oh, die hebben heel veel nodig, deze planten. Ik ben benieuwd hoeveel we hier aan gaan verdienen. Ik hoop dat het waard is, want dan misschien gaan we alles wel vervangen. Toasted. De toasted versie. Oké, ja, dan moeten we dus 2 lampen erboven hebben. En dan nog hebben we niet genoeg. Ja, dat is echt belachelijk natuurlijk, hè, dit. Kijk dan hoeveel licht we nodig hebben voor dit. Hè? Er staat ideaal 80 tot 100. En deze... Oh, wacht. We moeten natuurlijk ook een verwarming hebben. En dan krijgen we 3 sterretjes. Dus dan pakken we... Welke had ik nou? Deze, de medium heater. 320 om te plaatsen. Dat is een hoop geld. Moeten we dat dan daarnaast plaatsen? Oh, wacht even. Dit werkt ook niet. Moet ik serieus een heater per? Dat ga je niet menen, toch? Wacht even. We moeten eventjes gaan testen. Die lamp erboven. Oké, dat maakt dus helemaal niks uit. Oké, dan doen we het gewoon weer terug. Dat is dus niet de oplossing daarvoor. Dan houden we het eventjes zoals het is. Mis ik dan nog iets hiervoor? Nou ja, schijnbaar niet. Oh, wacht. Oh, wat doe ik nou weer dan? Oh, dit menu is soms een beetje finicky. Ja, als ik nou deze weghaal... Wat gebeurt er dan? Heb ik dan 1 sterretje? Nee, oké. Dus we hebben 1 lamp nodig voor allebei deze potten. Om alsnog 2 sterren te kunnen krijgen. Kijk dan, we hebben nog steeds niet genoeg verwarming. Zie je dat? Dat is het probleem. Dus dan zou ik nog een verwarming neer moeten zetten. Nou, dat is toch belachelijk dit. Kijk, nu hebben we 3 sterren. Bij eentje. Nog niet eens bij allebei. Dus dan... Jeetje, hier moeten we echt over gaan nadenken. Maar ja, dit is met dit spel is dat gewoon zo. Je moet alles... Wat gebeurt er nou weer dan? Waarom ben ik helemaal uitgezoomd? Je moet het helemaal perfect... Ja, dan doe ik het zo, denk ik. Ja, en dan pak ik toch maar een extra lamp erbij. Kijk, nu hebben we dus wel de goede opstelling. Maar dit is echt heel duur om dit te kunnen doen. Maar ja, we gaan het wel doen. Ik wil weten hoeveel geld we hiermee kunnen verdienen. Dit is de setup voor nu. De toasted setup. Alleen we zijn nog niet klaar. Want we moeten nog een paar dingen doen. Wat we namelijk moeten doen is hierop klikken. Even kijken. Ja. Dat staat goed. Zo. Dat staat goed, zei ik. Dan moeten wij dit gaan selecteren. Want we zijn hier op dit moment 2 soorten wiet aan het verhandelen. Althans, dat is de planning. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar ik hoop het wel. Dit hebben we allemaal gedaan. Even dubbelchecken. En dan krijgen we... Oh, wacht. Oké, prima. Dus we hebben... Deze had ik dus nieuw geplaatst.
Ja. Oh, wacht even. Dan moeten we deze doen en deze. Laten we deze drie rekjes voor deze doen. Want ik neem aan dat we niet onze hele opslag vol krijgen met deze. Dus dat zien we dan alweer. Maar volgens mij hebben we onze hele chain nu klaar. En kunnen we gaan beginnen met deze kweek. Dus ik ga gewoon op start klikken. En dan hoop ik dat ze dit gaan kweken. Dit kost een hoop geld, jongens. 36 per dag. Keer 2. Dus dan zitten we op, wat is het? 72 per dag. En dan hebben we die lampen. Die kosten 16,80 per dag. Ja. Oké. Nou goed. We gaan eventjes naar onze wasseretten. Want we moeten ook in de wasseretten selecteren dat we natuurlijk dat kunnen opslaan. En dat heb ik. In principe kunnen we dit gewoon aan laten staan. We hoeven niet per se dat weg te klikken. Maar we hebben wel geld nodig nu. Ik ga hem even op snel zetten. Want dit spel is langdradig. Het gaat altijd even een tijdje duren. Kom op, mensen. Aan het werk. We hebben net pauze gehad. En daar gaan we weer. We zijn weer in productie. De wiet wordt weer opgehangen. En ik zit te wachten tot ze hier wat gaan doen. Want dit zou moeten kunnen nu. Maar ze zijn natuurlijk met twee soorten bezig nu. Gaan ze nou wat doen of niet? Er gebeurt niet heel veel daar. Kom op jongens, ik heb net een nieuwe chain gemaakt. Ja, ze prioritizen nog steeds dit hier. Ik kan ook niemand anders aannemen meer. Ik zit op dit moment helemaal vol. Ja, 6 van de 6, zie je dat? Dus, en de enige manier om meer personeel te krijgen is door land te kopen. En land is heel duur. Want volgens mij zaten we op 1100 op dit moment. Even kijken, dat kunnen we wel eventjes snel checken. We zitten op 11,5 zelfs. 11,500. Dus hebben ze al wat gedaan? Nee, nog steeds niet. Wacht even. Moet ik selecteren dat ze dat überhaupt doen? Wacht even. Wat is dit nou weer? Nee, ik wil niet hier. Ik wil bij employees zijn. Even kijken. Wietkwekerij. Moet ik ze als taak geven? Oh, kijk. We hebben ze geen taken gegeven. Zie dat? Je moet ook, zeg maar... als jij toaster gaat maken, moet je ze ook die taak geven om toaster te maken. Oké. Dus jij gaat dat ook doen. We krijgen letterlijk een nieuwe taak erbij. En waar is dan die andere? Daar ben jij. Jou moet ik ook hebben. En jij gaat ook... Dat ben jij toch? Ja. Jij gaat ook toasted kweken. Mooi. Oké, nu zijn we echt begonnen. Dus nu zouden ze aan de gang moeten gaan. Maar nog niet helemaal, want ze hebben pauze. Dat is natuurlijk weer net als ik dit heb gedaan. Maar jeetje, wat een dure setup is dit, man. Joh, dit is niet normaal. Nee, dat had ik eventjes even niet verwacht, dit. Onze opslag is trouwens helemaal leeg. Maar op zich... Kijk, daar gaan we. Eindelijk. Daar komt hij, jongens. Onze nieuwe wietsoort. Ik ga even zijn layers weghalen. Zodat we het goed kunnen zien. Ik vind het wel echt super strak uitzien, hoor. Dit met die nieuwe lampjes. Even een screenshotje maken. Even kijken of ik een mooie screenshot kan maken terwijl die aan het water is. Even kijken, hoor. Even zo in de rechterkant. Ja, dit is top. Ik zie ook in de reacties dat jullie het leuk vinden om deze game te volgen. Het is ook heel leuk. Weet je? Het is echt een... ja, je kunt best wel snel dingen upgraden. Het gaat... De game zelf gaat langzaam, maar het is wel... Qua upgraden en zo kun je best wel snel upgraden. Als jij zeg maar met auto's bezig bent, je hebt 4 per keer... En je gaat naar de universiteit, dan kun je best wel snel dit voor elkaar krijgen. Ik kan natuurlijk elke keer maar een uurtje spelen, maar... Als je dit gewoon uren achter elkaar speelt, dan heb je al heel snel dit te pakken. Maar volgens mij hebben we onze eerste toasted. Kijk, daar gaat hij. Ik zie het al aan de kleur. Ja, zie je dat? Het is een andere kleur. Het is een soort van, ja, een soort lichtbruine kleur. En de volgende soort die we dan gaan kweken, dat is, even kijken, wat was dat ook? Dat is de Amazonian cannabis. Maar die hebben we nog niet unlocked. Maar ik denk ook niet dat... Dat gaat nog wel even duren voordat we dat gaan doen. Want voordat ik dat ga ondernemen... wil ik toch wel onze growroom nog groter hebben. Zodat we echt zat ruimte hebben om te kunnen growen.
vind het in ieder geval. Ik vind de artwork heel mooi eigenlijk van deze game. Ook zeg maar de lampjes en de verwarming. Het is heel simpel, maar het is leuk. Het loopt vloeiend. Als het vloeiend loopt, dan vind ik het sowieso altijd al een pluspunt. Oh kijk, we hebben weer een doosje erbij. Hoe staat het ervoor met onze wasseretten? Want, ja, kijk. Ook al is onze productie op dit moment niet efficiënt. Als het hier vol ligt, of als we hier doos hebben, dan is het in principe gewoon goed. Want, wat is hier aan de hand? Waarom is hier niemand? Oh, ze hebben pauze. Kijk, we zitten op 12.500. Dus we verdienen geld. Hoe staat het ervoor? Ja, dus we zitten gewoon in de winst. Er is niks aan de hand. En we gaan nu dus ook... Nee, dat wil ik niet. Ga weg. Ga weg. Kijk, dan krijgen we die astronaut helm. Dat wil ik niet. Interesseert me niet. Ik heb dat trouwens opgezocht op Steam. Over dat astronauten gedoe. Iedereen zegt van niet doen. Het is het niet waard. Dus ik ga het ook niet doen. Hoe kan ik trouwens zien aan de doosjes dat we toasted hebben? Even kijken in de fabriek. Als het goed is zouden we toasted moeten hebben. Of hebben we dat net al gedingest? Excellent. Even kijken hoor. Basic cannabis. Oké, ik volg het even niet meer. Het gaat natuurlijk ook best wel snel nu. We zijn ook met z'n drieën, dus het gaat behoorlijk rap. Maar onze... Oh, het ligt er nog steeds, joh. Het ligt er nog steeds. Of waarschijnlijk is het gewoon al een nieuwe. Dat zou toch wel zo moeten zijn. Waarschijnlijk is het ook, gaat het ook langzamer, denk ik. Ik denk het wel. Ik zit even te denken wat ik wil doen. Wat is interessant? We hebben hier natuurlijk deze dingen. Ik denk niet dat we dit nodig hebben op dit moment. Dit is natuurlijk wel handig. Bright artificial light. Dat betekent dat we nog minder van die lampen hoeven te plaatsen. Dat is wel fijn. Want dan zouden we misschien... In plaats van twee van die lampen... Kunnen we gewoon één lamp neerzetten. En dat voldoet dan, zeg maar. Is dat boeiend om te doen? Ik zit even te denken. Boxing equipment. Oh, kijk. We hebben ook tall store. Oh, dat is ook wel handig. Double boxing stage. Oh, wacht even. Dat gaan we doen. We zitten op 13.500. We verdienen geld. We gaan alles... even kijken hoor. Weghalen hier. En dan gaan wij... naar... de scrapyard nog een keer. Ja, we gaan naar de scrapyard. Oh, wacht eventjes. Oh, wacht eventjes. We moeten namelijk ook selecteren, zie ik nu. Bij de autootjes. Oh, drugsmenu is dat. Dat is voor de hotline. Laat het maar even voor wat het is. Want we zitten nog steeds niet... we verdienen gewoon prima geld. Die hotline is echt denk ik gewoon voor als je zoveel hebt dat je het gewoon niet kwijtraakt. Ik denk dat dat zo werkt hoor. Althans, we zitten gewoon in de winst. We verdienen gewoon goed geld. Ik zet hem trouwens even stellen, want het gaat heel langzaam allemaal. Ik heb iedereen op die scrapyard gezet. En dan gaan we eventjes kijken voor dit soort zaken. Dan kunnen we namelijk ons inpakstation nog versnellen. Even kijken bij de fabriek. Ja, het is echt letterlijk elk doosje wat we maken, dat gaat hop, gaat meteen in de auto. Want kijk, ook al is onze opslag leeg, het gaat alsnog best wel rap. Onze auto's zitten best wel snel vol. Dus eigenlijk werken we best wel efficiënt. Het is gewoon meteen weg. Want als die opslag vol raakt, dan moeten we er weer wat aan doen. Maar het is altijd wel handig natuurlijk om gewoon te upgraden. En die shelves gewoon wat hoger te maken. Zodat als we heel veel gaan dingen, dat we dan gewoon de ruimte hebben. Ik ben wel benieuwd hoe dat er ook uitziet. En misschien dat we dan deze kunnen veranderen in één. Omdat we natuurlijk die boxing unit gaan upgraden ook. Ja, dat is echt een van de leukste dingen aan het hele spel. Dingen upgraden. Want het zijn ook echt leuke upgrades. Kijk, er hangt weer een beetje toasted wiet. Alles zit hier helemaal vol met toasted bijna. Waarom halen we dat niet weg, mensen? Waarom wordt dat niet weggehaald? Zie dat? Ze halen alleen maar die groene weg. Waarom? Ik snap dat even niet. Wat is nou het probleem dan?
Zie je dat? Ze halen niet dit weg. Waarom niet? Of ben ik gek of zo? Wacht even. Mis ik iets of zo? Wacht eventjes. Werkers. Nee, ze zouden het gewoon moeten doen. Hé? Ben ik nou gek of niet? Of wat? Wat is hier nou aan de hand? Ze pakken alleen maar... Oké, wat ik doe... is ik zet overal dat neer. Ja, ik heb dat al geselecteerd bij deze. Dus hij zou dat gewoon in moeten leggen. Oh nee. Wat doen ze nou dan? Waarom doen ze nou niks? Ze moeten nu toch dit weghalen? Ze doen gewoon niks. Parks accepted here. Hé, het staat ook geselecteerd dat hij dat... Zie je dat? Ze doen het gewoon niet. Wat is dit nou dan? Als ik dit dan deselecteer, doen ze het dan wel? Oké, jongens, we hebben een probleem. Waarom doen ze dit niet? We zitten vast in de productie. Dit is een heel groot probleem ineens. Wat mis ik? Heb ik iets gemist of zo met die wietsoort? Wacht eventjes hoor. Large sprinkler, medium sprinkler. Ja. Heb ik hier iets gemist of zo? Pallet storage, verstoring boxes. Autoboxing. Oh, dat is een mooie. Ja, we hebben een heel groot probleem. Ik kan namelijk dit niet wegdoen. Oké, wat ik ga doen in de tussentijd is nog zo'n kutter neerzetten. Want ik moet doorgaan met de productie, ook al lukt het niet. We moeten wel dan die groene kunnen doen, want we hebben echt superveel hangen. Dus ik ga toch zo'n ding neerzetten. Die komt dan even hier. Wat doe ik? Juist, hierheen. Dan deselecteer ik deze even, zodat we alleen maar die groene hier zo doen. Zodat we in ieder geval door kunnen gaan. En dan eventjes in de tussentijd kijken hoe we dit kunnen oplossen. Kijk, want nu gaan ze weer aan de gang. Hij gaat het maken. Is dat het probleem? Wat is hier het probleem? Ben ik niet capabel genoeg om deze wiet te kunnen vervoeren of zo? Hey, wacht even. Ik ontdek iets. We moeten letterlijk de garages hier dat selecteren. Oh, wacht eventjes. Gaan we nu beginnen? Doe het, alsjeblieft. Hebben ze pauze? Ze doen het nog steeds niet. Kijk, ik zou nu echt gewoon alles moeten kunnen vervoeren, want... Wat is hier nou aan de hand? Waarom rijden ze nou niet? Wacht eventjes. We zitten natuurlijk nu de hele tijd bij die... bij hem. We hebben 34 punten. Komt het omdat ik hier niet dat kan vervoeren? Ik raak een beetje in de war nu, jongens. Oké, ze hebben in ieder geval pauze. Laten we even wachten. Even kijken wat hierna gebeurt. Want ze zouden dit toch gewoon moeten gaan vervoeren nu? Kijk, hier heb ik alles geselecteerd. Dus... zouden dit er gewoon in moeten kunnen leggen. Ik ga gewoon alles doen nu. Kijken of het een bug is of zo. Dat het spel gewoon niet detecteert wat ik wil. Want... Oké, leermoment dit. Kom op.
Dit zou gewoon moeten kunnen. Oh, wacht. Volgens mij heb ik het gevonden. Dit is het probleem. 100% dat dit het is. Het is die boxing station. Ze kunnen het niet verpakken. Daarom kunnen ze niks doen. Let op, daar gaan ze. Als dit het niet is... Kijk, yes, daar gaan we. We hebben het opgelost. Oké, dus als je dit gaat doen... Controleer al je dingen. Je hele chain, oftewel je hele ketting, zeg maar. Controleer alles. Kijk, make your first toaster cannabis. Eindelijk, we zijn weer begonnen. En we moeten echt aan het werk nu, want we hebben echt heel veel te doen. Onze productie stond helemaal vast. Ik was echt zenuwachtig. Ik denk, oh mijn god, als dit niet lukt, dan heb ik alles voor niks gedaan. En dan kunnen we niet verder. En als we trouwens dit vervoeren naar de scrapyard, dan krijgen we daar meer voor. Zie je dat? Want met de wiet krijgen we in uitstekende kwaliteit 3 punten. Maar met de toasted wiet krijgen we 6 punten. Althans, als ze de excellent hebben. Dat hebben we. Dus ja, dat is helemaal top. Dus dan krijgen we nog meer punten. En als we dan zeg maar even kijken... Dan wil ik sowieso deze hebben. Ik wil deze hebben. Het liefste wil ik deze hebben. Maar ja, deze die kost 60. En deze die kost 320 punten. Dus dat is heel veel punten. Dus ik denk dat ik het dan hou bij deze en bij die. Storing boxes. Oh, we kunnen ook voor de pallets gaan. Pallet storage. Zullen we dat doen? Storage shelf, storage pallets. Oké, laten we gewoon eerst die doen. En dan gaan we even wachten tot een autootje komt. Die komt er nu aan. En dan kunnen we als het goed is de double boxing station... hoe heet dat? Lokken. Ja, net niet. Ofwel. Nee, net niet. We moeten even wachten op 1 autootje en dan... dan zetten we alles weer anders neer. Dan gaan we weer naar de wasseretten, denk ik. Want, als we daar eventjes heel snel kijken, hebben we daar genoeg? Ja, op zich, wacht even. We moeten hier... Even wachten. Even kijken, heb ik dat gedaan? Ja. Even kijken bij employees of zij dat dan ook gaat doen, die toasted. Want we moeten ook uit of even naar kijken. Oké. Dat staat goed. Ik moest het toch even dubbel checken. We krijgen hier de auto. Dan gaan we unlocken. Dus de auto's die niet bij de scrapyard zijn, die gaan meteen door naar... Deze haal ik eraf. Ja, die gaat eraf. En deze gaat er ook af. Nee, dat is auto 1. Beetje finicky dit, maar... Deze gaan meteen weer naar de wasseretten. We wachten even totdat die auto daar weg is. Dat is auto 3. Die halen we er vanaf. En dan gaat die ook naar de wasseretten toe de volgende keer. Mooi. Dan gaan we hier naartoe. Dan unlocken we die double boxing station voor 60 punten. Dat is mooi. We hebben 4 puntjes over. We hebben het gewoon heel netjes gedaan. Dan gaan we terug naar de fabriek. En dan, dames en heren, gaan wij weer upgraden. Oftewel, we hebben ook weer lekker geld verdiend trouwens. 16.500 zitten we nu. Deze die gaan dus weg. Doe ik build, doe ik move. Die verkoop ik voor 112. Deze verkoop ik voor 112. En dan gaan wij kijken naar onze nieuwe boxing station. Dus die kost 100 euro meer. Maar... Kijk, dat ziet er hartstikke goed uit. En dan hebben we de tall storage shelves. In plaats van 150 betalen we dan 225. Sell item. Sell item. En dan doe ik tall. Dat ziet er een heel stuk beter uit. Niet vergeten, dames en heren. Hierop klikken en dubbel checken. Of je vervoert of je in kan pakken wat je aan het maken bent. Want anders dan... zit je zometeen weer vast in je productie. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want we moeten money maken. En veel ook. Goed, we zijn weer aan het kweken. We zijn weer aan het produceren. En dan zitten we bij de wasseretten. Ook met toasted, volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Dan moeten we even goed opletten. Wacht eventjes. Zie ik verschil?
Wacht even, kunnen we dat zien wat hierin ligt? Oh, we hebben geen excellent. We hebben goede kwaliteit. Toasted cannabis. Dus we gaan heel even wachten. En dan gaan we even kijken hoeveel dat oplevert. Want die cannabis, die groene, die was geloof ik... wat was het? €365? En die toasted, daar ben ik dan benieuwd naar. Maar ja, we hebben geen excellent quality. Dat is wel apart. Dat komt natuurlijk omdat we net die toasted heel lang niet hebben kunnen vervoeren. Dus waarschijnlijk hebben ze gewoon te lang in die opslag gelegen. Maar ja, het zal me niks verbazen als we op een gegeven moment gewoon op bad quality zitten. Want het spel wordt steeds meer hardcore. En ja, we krijgen steeds meer producten en overal blijven soms producten staan. Dus onze kwaliteit gaat ook niet ten goede. Dus dan moeten we dat allemaal weer gaan efficiënt of meer efficiënt gaan maken. Want nu is het allemaal nog redelijk te overzien. Maar dat gaat nog wel veranderen, denk ik. Volgens mij is het echt een hardcore management game op een gegeven moment. Want we doen nu alleen nog maar wiet, dames en heren. Je kunt nog veel meer dingen doen. Hè? We kunnen cocaïne doen, we kunnen meth doen, we kunnen... Wat was het? Kunnen we nog meer doen? We kunnen in ieder geval heel veel dingen doen. Wat was het ook alweer? Even naar de fabriek. Wiet, meth, cocaïne. En dat is het. Maar ja, we hebben verschillende soorten wiet. Verschillende soorten meth, 3 keer. En verschillende soorten cocaïne. Dus we hebben 3, 6, 9 verschillende dingen. En dat is ook allemaal verschillende soorten kwaliteit natuurlijk. Naarmate je of hoe je fabriek is opgesteld. Dus dat is best wel heavy. En dan moeten we natuurlijk ook een hele grote fabriek hebben. Waar we dat allemaal kunnen doen op één plek. En we hebben trouwens nog geen aanval gehad van de politie. Dat is vrij bijzonder dat dat nog niet gebeurd is eigenlijk. Oké, het is 12 uur. Hebben we al wat verkocht van die... Nee, het ligt er nog steeds. We kunnen het trouwens zien aan de doosjes. Zie je dat? Dit is normale wiet. En dit is de toasted wiet. En is het nu naar bed gegaan? Ik hoop het niet. Nee, het is goed nog steeds. Hebben we nog meer toasted? Nee, dat is de enige die we hebben. De rest is allemaal normale. Het wordt allemaal wel door elkaar gelegd, zie ik. Want we hebben natuurlijk geselecteerd dat... moet ik even dit wegdoen? Hallo? Kijk, we hebben alles zeg maar in de shelves. We kunnen ook zeggen van hier alleen maar deze soort wiet. En dan, dat kunnen we doen. Zullen we dat doen? Dat we gewoon één zo'n shelf, dan weten we precies... Nou, kom op. Laten we dat doen. Dan weten we zeker dat deze shelf alleen maar toasted is. Nou, er komt weer wat binnen. Geen toasted, zo te zien. Oh, het is trouwens echt helemaal kapot hier. Maar dat komt helemaal goed. We zitten op kleine 16k. Hoe gaat het hier? Ja, er zit alweer een autootje bijna vol. De mensen zijn blij. Ze hebben wat energie nodig. Maar ja, weet je, volgens mij heb je de schema's prima ingedeeld. Dus dat zou gewoon goed moeten komen. Ze kunnen gewoon pauze houden wanneer ze dat willen. Of nou ja, wanneer ze dat willen, wanneer het nodig is. Zodat we ze allemaal blij houden. Kijk, onze nieuwe boxing station. Kijk, kunnen ze dus met z'n tweeën tegelijk. In plaats van dat je... Ja, dat kon natuurlijk zo net ook, maar ja. Dit is wat fijner. Voor als we gaan upgraden, we krijgen nog iemand erbij. Dan kunnen ze dus hier gewoon aan werken. Met z'n tweeën hier en dan hier ook met z'n tweeën. Dus dat is helemaal top. Dat gaat hartstikke goed. Oké, we gaan weer naar onze wasseretten. Want onze wasseret gaat open. We hebben onze engineer, die heeft net onze wasmachines gemaakt. Dat heb ik ook ingesteld met een schema. Dat hij niet de hele dag komt, maar dat hij gewoon nu eventjes er is. Zodat hij alles kan maken voor de dag en dan... kunnen wij weer door? We krijgen onze eerste klant binnen. En wat gaat hij kopen? Nu wordt het spannend. Gaat hij toasters kopen of niet? Of koopt hij shampoo? Wat gaat hij doen? Dit wordt spannend. Ik ben heel erg benieuwd. Hij is nog steeds in goede kwaliteit, onze toasted. Daar gaan we. Wat gaat hij doen? Ja, we hebben toast. Dit is onze eerste toaster die we gaan verkopen. Wat gaan we verdienen hiermee met goede kwaliteit?
Oh, dat valt me vies tegen. Ik was even aan het nadenken. Ik denk, hé, is dat nou echt waar of niet? Maar we verdienen daar 337,50 mee. En dan gaan we nou kijken wat we voor de wiet krijgen. In excellent quality. 365. Oh ja. Oké. Okay. Dat betekent dat we onze toasted wiet in excellent quality moeten hebben, willen we wat meer verdienen als met de normale cannabis soort. Dit valt me heel erg tegen. Ik dacht namelijk dat we minimaal 400 zouden verdienen daarmee. Want het kost veel meer om, zeg maar, te kunnen kweken. Qua apparatuur. Dus dat vind ik wel echt een heel erg groot nadeel. Ja, dat valt me heel vies tegen. En dan begin je je bijna af te vragen, is het het wel waard? Tenzij we dit wegdoen. Want ik weet niet zo goed hoe het nou werkt. Is het de bedoeling dat je ze alle drie verkoopt? Of is het de bedoeling dat je begint met cannabis, dan switcht naar toasted en dan naar Amazonia cannabis? Dat je een, als het ware, upgrade. Want als we zeg maar alles veranderen naar toasted, dan kunnen we wel excellent quality maken de hele tijd. Alleen, ik ben dan een beetje bang dat we heel veel verwarming moeten gaan kopen. Heel veel. Ja, dat is eventjes iets om over na te denken. Laat het eventjes weten onder in de comments. Wat vind jij? Zou je dat doen? Zou je alles gaan vervangen voor toasted? Of zou je denken van nou, ik spaar door en dan plak ik hier even een stuk land eraf was voor 11.000. En dan maak ik gewoon een apart gebied voor toasted. En dat je ze gewoon allebei blijft kweken. Die optie is er natuurlijk ook. Alleen, ik ben even benieuwd wat er nu gebeurt. Want we zijn nu dus die toasted aan het doen. We kunnen alles gewoon vervoeren normaal. Hebben we dan zometeen excellent quality hier liggen? Dat vraag ik me af. De handel gaat hier gewoon door. Oh, kijk, 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 kijk. We krijgen weer toasted. Hé, hoe kan dat nou minder zijn? Hoe kan dat minder zijn? Ik vind dat wel vreemd. Wacht even, wat ben ik aan het doen? Ik wil dat hier geen toasted ligt. Ik wil dat hier ook geen toasted ligt. Kan ik dat aanklikken, hallo? Ja, laten we dat doen. Dat ik zeker weet dat alleen maar hier toasted ligt. Dan weten we precies hoe onze productie gaat. Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Wacht even, wat ben ik nou aan het doen? Zo moet het. Wat ik al zei. Hardcore management. Oké. We zijn, even kijken, wat is de kwaliteit hiervan? Goed, waarom is dit goed? Waarom is het niet excellent? Ik ben toch excellent aan het kweken? Wat is dit voor iets vreemds? Eventjes dit weer aanzetten, want wat is hier nou aan de hand? Kijk, we zijn excellent aan het... Ja, we zijn excellent aan het kweken. Er staat ideaal tussen de 70 en de 100. Dus dat zou betekenen dat we nog een verwarming neer moeten. Is dat dan het probleem? Dat is wel vreemd toch, of niet? Zou het dan toch niet moeten zijn? Ligt het dan echt hier zo te lang of zo? Oké, dan wil ik gaan. Dan gaan we gewoon keuren. Dan gaan we gewoon kijken hoe is de kwaliteit als het hier in de opslag ligt. Dan gaan we het gewoon volgen, want ik wil gewoon weten hoe dit werkt. Dat is ook wel leuk aan deze game. Je kunt precies alles zien, maar je moet gewoon even wachten, even kijken, even klikken en dan weet je het gewoon. Dus we volgen eventjes de toasted wiet in het hele proces en dan gaan we kijken waar het al van excellent quality, want dat is het gewoon hier, naar normale kwaliteit gaat. Daar ben ik gewoon eventjes heel erg benieuwd naar. Ik merk wel dat we eigenlijk nog iemand bij moeten hebben hier.
We zitten trouwens op 18.000 ruim. Dus we verdienen lekker geld met wat we nu doen. Wacht even. Zie je wat hier gebeurt? Zien jullie wat ik zie? Ik zie dat we hier zo excellent quality kweken. Dan gaat het hier naartoe en dan zie ik hier ineens dat de toasted quality, of de toasted quality, de toasted cannabis op 1 sterretje staat. Waarom is dat? Omdat ik niet verwarming heb hier. Dus ik moet zelfs hier een verwarming gaan plaatsen. Dat ga je niet menen. Dit is nog veel duurder dan ik dacht, jongens. Oké, we gaan. Nou, dat kan dus al niet. Dan zitten we al met een probleem. We zitten met een serieus probleem. We hebben geen ruimte. Dan zou ik. Dan gaan we eventjes wat veranderen. Nee, dat kan ook niet. Wat ik dan ga doen is, ik ga dat ook al zitten wiet in. Gaan we dat toch wegdoen. Want ik heb het probleem gevonden in de chain. Zie je dat? Je moet echt het volgen en dan kom je er gewoon achter. Ik zit even te denken hoe ik dit ga doen. Want we hebben een andere opstelling nodig nu. Want hier moet de verwarming tussen blijkbaar. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat je zeg maar in deze plek hier, waar we dus die toasted aan het kweken zijn, moeten we ook deze neerzetten. Want deze heeft ook meer warmte nodig. Dus ik zit even te denken. Ik kan hier niks neerzetten. Dat gaat niet. Wat we wel kunnen doen is deze pakken. Die zetten we dan zo neer. Dan pak ik die andere. Die zet ik er zo tegenaan. Dan zouden we hier misschien nog een verwarming kunnen plaatsen. En dan kijken of we dit kunnen oplossen. Want het is natuurlijk wel mooi als we zometeen gewoon excellent quality toasted cannabis kunnen vervoeren. Want dan verdienen we meer als met de normale wietsoort. Alleen het begint een beetje in de papieren te lopen. Het wordt een beetje duur. Maar goed, we willen weten hoe het werkt. Dus we gaan het toch doen. We gaan een verwarming plaatsen. Waar staat dat? Medium heater. Nou, dan gaan we dat maar doen. Is dat al voldoende? Schijnbaar niet. Of wel? Jongens, wat is dit ongelooflijk duur. Of ik doe het gewoon niet goed. Dat kan natuurlijk ook, maar kijk, nu wel. Jezus, jongens, wat is dit duur, zeg. Oké, we hebben het wel voor elkaar. We hebben hier dus nu ook excellent quality. Maar jullie zien het al, of niet? Hier moeten we het ook doen. Oké, dit is niet de opstelling. Dit is niet hoe het hoort. We moeten echt een apart gedeelte hebben waar we dit doen. Want dit kost zo verschrikkelijk veel geld. Ja, we gaan het toch doen. Voor nu. Ik ga het verplaatsen. Naar deze kant. Jullie gaan hierheen. Dan plaatsen we hier weer 2 stuks. Want ik kan hier ook niets plaatsen. Zie je dat? We hebben niet genoeg ruimte. We kunnen deze setup niet normaal doen. Maar ik ga het toch doen. Want ik wil gewoon weten of dat lukt. Even kijken. We gaan weer naar onze toasted. Medium heater. Oké. Jongens, we hebben heel veel verwarmingen. Maar de chain is nu compleet. We zien overal 3 sterren. Dus, oh god. Ja, dat was ik al bang voor eigenlijk. Want pakt hij het op? Oh, hij pakt het op. Het spel herkent gewoon dat je dat. Oké, dat is fijn. Oké, we hebben hier 3 sterren. We hebben hier 3 sterren. Hé, wacht even. Dat ga je niet menen, toch? We hebben hier weer 1 ster. Waarom hebben we hier 1 ster? Waarom hier 2?
kom op. Dit ga je gewoon niet menen. Oké. Het slaat helemaal nergens op wat we nu doen. Maar goed, we zitten op... op zich valt het mee, de factory. Kijk, 828 euro in de min. Dus dat is onze lasten. Dat zijn al onze lasten, dit. Dat valt in principe nog wel... te doen, maar we zitten op dag 18. We moeten even wachten. Dit gaat nog veranderen, denk ik. Volgens mij gaat dat nog veranderen naar iets wat we niet leuk vinden. Maar we zitten op 4000. Dus we verdienen sowieso meer als wat we deden. En we hebben dus deze hele chain nu veranderd naar 3 sterren. Ja, dus het was een beetje... heel goed opletten. Want ik dacht gewoon letterlijk... Oh, hier 3 sterretjes, klaar. Nee, zo werkt het dus niet. Ik ben blij dat dit geen invloed heeft op deze. Dat deze dan naar beneden gaat qua kwaliteit. Dus als we dit gewoon even laten draaien... dan zouden we dus vanzelf excellent quality moeten zien... In onze wasseretten. En dan ben ik dus heel erg benieuwd hoeveel we daarmee gaan verdienen. Want dat moet excellent quality zijn, dat moet. Hoeveel hebben we in de wasseretten liggen? Helemaal niks nog. Dit zit helemaal vol. Bijna. Dus we zouden kunnen gaan handelen met wat bedrijven. Oh, wacht even, we hebben er eentje. Dit is goede kwaliteit, maar ik denk dat dit nog van de vorige lijn is, of van de vorige productie. Ik zie hier... Zie ik daar toasted? Ja, ik zie daar 1 toasted. Maar volgens mij is dat nog steeds van de vorige productie. Dus dat is voordat we zeg maar al die kachels hebben geplaatst. Ik ben zeer benieuwd, we gaan even wachten. Nog steeds geen politie gehad. Nog steeds geen aanval. Oh, nu ik het zeg. Daar gaan we, jongens. We worden aangevallen. Of we gaan aangevallen worden. Hij wil 1600 euro van me hebben. Waar is mijn guard? Mijn guard is hier. Dus ik ga even wachten tot mijn guard hier is. En dan klik ik op reject. Zodat ik zeker weet dat hij op dit moment hier is. En we hebben de vallen gelegd. Oh, deze niet. Deze wel. Kijk, want nu is mijn guard hier. Dus als ik nu op reject klik, dan komt er eentje aanrennen. Of 2. Die komen hier die deur in en schieten ze iedereen dood. Dus ik wacht eventjes tot mijn guard hier zo is. Kun je eventjes doorlopen? Waarschijnlijk gaat het gewoon vanzelf ineens naar reject. Ik heb ook die patrouille gedaan. Kijk, nu gaat hij daarheen. Dan gaat hij helemaal hier zo langs. En dan net op het moment dat hij hier zo het hoekje om gaat, klik ik op reject. Want dan denk ik dat hij net... Oh, wacht eventjes. Wat doet hij nou? Ja, we beginnen de fabriek te kennen, jongens. We moeten alles leren kennen. Daar komt hij. Nu. Met hoeveel komen ze? Met 1. Pak hem. Oh, kijk, we hebben hem. Perfect. Oké, hij heeft iets schade. Hij zit vast, hij komt nu naar binnen. Schiet hem. Waarom schiet hij niet? Wat doet hij? Nee, kom op man. Nu schiet hem. Nou, wat gebeurde daar nou dan? Waarom deed hij helemaal niks? Oh ja, ga lekker spelletje spelen, joh. Oké, wat is dit voor knakenzooi, joh? Wat is dit nou voor iets? Ik ben blij dat ik hem die helm heb gegeven. Dat hij extra stamina heeft. Nou ja. Zag hij dat? Hij liep gewoon... Hij schoot niet eens. Hij liep daarheen. Hij zag hem al lang. En hij schoot helemaal niet. Hij deed helemaal niks. Nou, dat vind ik echt niet kunnen. Dat is niet normaal. Dit is ook niet normaal hier. Dit is echt niet normaal wat hier allemaal gebeurt. Dit is niet een normale setup. Misschien hoort het wel zo. Misschien ben ik gek. Misschien hoort het gewoon zo. Ik weet het niet, maar... Hey, kijk eens. Wat gebeurt hier? Ik zie excellent toasted. Daar gaat hij. Dat is mooi. Dan gaan we naar onze wasseretten. En dan zie ik dat wij 2 doosjes toasted hebben. Goede kwaliteit. Oké, dat klopt niet. Is dit dan onze nieuwe productie? Ik zie geen toasted. We gaan hem even op snel zetten.
Kom op. We zitten op 17, bijna 18k. Maar ja, we hebben hier best wel een grote opslag. Wat ik ga doen... dat is dit toch vergroten. We gaan eventjes bouwen snel. Build, storage room. Want dit is super belangrijk. Hier verdienen we gewoon heel veel geld mee. En dan zet ik onze nieuwe neer. De tall storage. Doe ik hier ook. En in die tall storage zet ik alleen maar die groene. Voor nu. Juist, hier ook alleen maar de groene. En aan de andere kant... zet ik een shelf met dingen, toasted, en deze doe ik groen. Mooi. Knallen. Dan kunnen we hier weer eventjes door. Alleen we krijgen wel echt een overschot nu. Straks. Een keer. Maar dat maakt niet uit. Want dan kunnen we gewoon weer naar die bedrijven totdat dit weer leeg raakt. En dan, hè? Dan kunnen we dit weer bijvullen en weer wat knakjes verdienen. Oké, we hebben dus geen toasted in deze auto. Die auto rijdt hier zo rondjes. Er rijdt nog een auto de hele tijd. Neem ik aan. Want we zijn goed aan het produceren. Dit gaat helemaal top. Nou, kom op. Waar blijft hij? We moeten uitladen. Ja, daar is ze weer. Oké, uitladen die handel. Next. Volgende auto. Ja, mooi. Dus we hebben die politieaanval weer overleefd. We hebben niks hoeven te betalen. Dat was 1600. Dat is best wel veel geld. Zoveel hebben we nou ook weer niet. 16.000, 16.500. Dus dat is mooi dat we dat overleefd hebben. Waar is de volgende auto? Daar komt hij. Wat zit daarin? Ja, ik zie toaster. Dit is een nieuwe. Dat moet. Dit moet een nieuwe zijn. En dan gaan we gewoon eventjes hier wachten. Want ik wil gewoon weten of dit werkt. De problemen bij de fabriek hebben we opgelost... Nu gaan we de vruchten plukken. We gaan wel kijken hoeveel we gaan verdienen. Want ik wil gewoon weten hoeveel we hier gaan verdienen. Kom op. Oké, daar gaan we. We hebben onze eerste klant. Tweede klant. Good quality. Good quality. Kijk, hier komt hij. Oh, dat is... Ja, dat is hem. Excellent. Oh, we kunnen het gewoon zien. Het staat eronder, joh. Ik ben gewoon blind, joh. 337 voor goede kwaliteit... En 422,50 voor excellent quality. Dus als we dan hier naar kijken, 365. Dan is het het waard, jongens, om dan de volgende aflevering onze fabriek te gaan omzetten naar alleen maar toasted. Laat het even weten in de comments of je dat zou doen of niet. Ja, daar ben ik weer. Ik moest weer eventjes... ik had weer een gekke niesbui. Het was weer zover. Maar ja, we hebben dus alles opgelost wat we moesten oplossen. We hadden ineens serieuze problemen. We zijn toasted aan het verkopen. Net zoals de groene wiet. Dit is het zeker waard. Kijk, we zijn eventjes onze slechte toasted aan het verkopen. Dat gaat niet lang meer duren. Want alles wat hierna komt is allemaal excellent quality. €422,50. Per stuk. Dat is echt top. En dan wil ik de volgende aflevering wil ik ook een beetje gaan kijken naar bedrijven weer. Om nog wat zaken te gaan upgraden. Dus we hebben een hoop upgraden te doen. We hebben een hoop ombouwen te doen. Dat ligt een beetje aan jullie, wat jullie vinden. En dan, dan gaan we gewoon kijken hoe dat gaat verlopen allemaal. Beste mensen, dan ga ik hem ook hier afsluiten voor vandaag. Vind je dit leuk om te volgen en te kijken? Vergeet er niet even de video te liken. Want als jij liked, dan dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. En je helpt mijn kanaal er een beetje mee. Dus als je dat zou willen doen, hartstikke bedankt daarvoor. Als je nou helemaal nieuw bent en je bent niet geabonneerd. Of je kijkt al langer naar mijn video's en je vindt ze toch leuk. Maar je bent nog niet geabonneerd. Doe dat dan eventjes. Want er zijn heel veel mensen die nog niet geabonneerd zijn. Dus als je dat zou willen doen, hartstikke bedankt daarvoor. Dan ga ik je natuurlijk ook gewoon bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie natuurlijk gewoon weer te zien in een nieuwe aflevering van Definitely Not Fried Chicken. Tot dan. Doei doei.